In deze editie ga ik u meer vertellen over de instellingen en optimalisatie van de Amber, naar aanleiding van de ervaringen die wij de laatste 2 maanden hebben opgedaan samen met een aantal tweakers binnen de Amber groep op tweakers.net. Ik gebruik hiervoor een potlood met een gummetje, want dat werkt erg plezierig. Voor wat betreft de instellingen, gaat u naar het tandwieltje. U ziet hier dat ik op dit moment bij 8,6 graden draai op zo'n 34 graden. Maar dat komt omdat ik gebruik maak van radiatoren. Het mag duidelijk zijn dat alle instellingen afhankelijk zijn van het afgiftesysteem, isolatie en het hydraulisch ontwerp. Dus de instellingen zijn zeker geen wet van mede en persen en dient u naar eigen behoefte verder te optimaliseren. Voor wat betreft de stooklijn, temperatuurzone 1, heeft u de aantal keuzes: uitschakelen, herstart en moduleren. Ervaring leert dat met name punt 2 en punt 3 best wel kritisch zijn ten aanzien van de instellingen. Moduleren op 2 betekent dat wanneer de temperatuur boven de setpoint loopt, als voorbeeld 30 graden, dat die bij 32 graden zal terugmoduleren tot het laagste niveau. Gaat de pomp uit, dan zal die op 28 graden herstarten en in dit geval op 35 stoppen. Heeft u vloerverwarming, dan zou ik deze zeker iets verlagen naar bijvoorbeeld 4 of wellicht wel 3. U ziet dat hier gebruik wordt gemaakt van de stooklijn. En ik heb de stooklijn ten opzichte van de standaard configuratie wat verkleind. Ik heb bij 20 graden nummer 5 die naar 15 teruggebracht. En met stappen van 5 omhoog of naar beneden gebracht qua temperatuur van 15, 10, 5, 0 en min 10. Stooklijn nummer 5 bij 20 graden acht ik niet zo zinvol. Vandaar dat ik het liever optimaliseer met een kleinere bandbreedte. Als we naar mijn instellingen kijken, dan heeft dat te maken met de radiatoren. Heeft u vloerverwarming, dan zou ik beginnen met 25, bijvoorbeeld 27, 29, 31 en 33. Ook dat is weer heel afhankelijk van de woning en ook de kwaliteit van de vloerverwarming. Hier heb ik de correctiestooklijn aangezet omdat ik gebruik maak van de interieurtemperatuursensor en die staat als doel op 20 graden. De stooklijn kan binnen een bandbreedte van 2 graden plus en 2 graden min variëren op basis van die correctie. Verder instellingen zijn niet zo van belang. Wat ik ook belangrijk vind, persoonlijk, en een aantal van deze zaken heb ik ook in overleg gedaan met Ito, is bijvoorbeeld het instellen van de circulatiepomp op een instelling van maximaal of gemiddeld. In de praktijk blijkt de capaciteit van de pomp dusdanig sterk te zijn dat wanneer u een systeem heeft met een ruim voldoende aanvoerleiding in combinatie met bijvoorbeeld de aansluiting rechtstreeks op de vloer, dat de capaciteit van de pompsnelheid van maximaal, zoals geadviseerd, gerust naar gemiddeld kan. Zelfs bij gemiddeld blijkt dan nog de gewenste hoeveelheid per uur van bijvoorbeeld de 9,5 kilowatt van 1200 liter, zelfs daar nog overheen te gaan. Verder maakt u het systeem ook geruislozer door hiervoor te kiezen. Wat ik ook belangrijk vind persoonlijk is dat ik de pompregeling op interval heb staan zodat hij ieder kwartier even 2 minuten draait. De TC-sensor kan op een geheel andere plaats zitten dan de vloer of de radiatortemperatuur. Stelt u zich eens voor dat deze in de kelder hangt of op een zolder, dan zal het systeem eerder zijn afgekoeld. En dat betekent dat die gemeten temperatuur dan niet representatief is voor watertemperatuur en bijvoorbeeld de vloerverwarming. Vandaar deze instelling. Verder zijn dat de meest belangrijke zaken.
Wat ook van belang is, dat is dat u bij de keuze systeemconfiguratie niet verwarmen, koelen, ruimtetemperatuursensor instelt. Doet u dat, dan krijgt u op het hoofdscherm, ik kan hem geen eens instellen nu, want ik zit niet in een installateursaccount, maar dan krijgt u in het hoofdscherm de kamertemperatuur te staan met een grote hysterese. Dit is nog een beta-functie en ik adviseer u die voorlopig niet te gebruiken. Verder wil ik nog zeggen, als u bezig bent met het draaien van het ontluchtingsprogramma bij de eerste opstart, dat de pomp uit moet staan, dat u ingelogd moet zijn in het installateursaccount en dat u achter de instelling van de water, van de warmtepomp ontluchten ook nog het ontluchtprogramma van de eventuele IPV-boiler heeft. Ik wens u veel succes met het optimaliseren.